Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik kies natuurlijk het goede moment uit om deze weekvlog te openen als de gras aan het maaien zijn. Maar volgens mij zijn ze het al bijna de hele dag aan het doen. Maar deze week begint eigenlijk al best wel goed. We hebben waarschijnlijk een huis. Een nieuw huurhuis. Het is nu nog, het is niet 100% zeker, maar hij is in principe nu voor ons gereserveerd. En we moeten nu bestanden aanleveren. Deze week is ook helemaal vaart, dus ik ben in principe donderdag en vrijdag vrij. Ja, bij ons is vrijdag eigenlijk iedere week best wel een belangrijke dag. Dus het is voor mij altijd een beetje de vraag of ik vrijdag wel daadwerkelijk vrij ben. Afgelopen 2 jaar moest ik toch gewoon werken op die vrijdag naar Hemelvaart. Maar in principe, zoals het nu uitziet, ben ik vrij. Zondag gaat Donna mee naar stal. Ja, de paarden staan nu lekker een extra plak. Ik heb zijn er toch maar eens een vlierdeken opgedaan. Nou ja, weer. Dit is de eerste keer dat hij deze op heeft. Hij heeft hier een plekje. Daar wou ik eigenlijk geen deken op doen. Maar als ik dit zo zie, dan drukt hij dit. Maar het zit... Hier, in principe zit die deken, zeker als hij zo staat, dan zit die deken er helemaal niet op. En hij had gewoon op zijn hals dat hij best wel wat muggenbulten. Dus ik wilde hem toch ook weer niet lek laten prikken. Dus heb ik er toch maar even een deken op gedaan. En deze heb ik dus tweedehands gekocht voor 30 euro. Dus hij is een beetje aan de grote kant. Ik moet zeggen dat ik hem er vandaag wel beter uit vond zien. Hij is nu, een week geleden is hij nu ontworrend. Maar ja, het is sowieso de ene dag ziet het er beter uit dan de andere, dus ik weet het niet. Maar met poetsen had ik dit, dat hij weer wat voller was. Nou, ik heb meer en meer van het hooi al klaargezet. Dus ik moet nu alleen die bakken nog even vullen. En dan krijg ze dus hier 5 keer 1 kilo, hier 5 keer 1 kilo en daar 5 keer 2 kilo. Ze gaan trouwens binnenkort als het goed is ook weer het gras op. We hadden eigenlijk liever nog even wat meer regen eroverheen gehad. Maar het wil niet erg regenen. Het gras groeit wel, het is alleen een beetje... gierig en zo, het ziet er niet echt lekker uit, vind ik. Maar wij planten ook wel speciaal gras, zeg maar. We hebben echt grasmix met allerlei oude grasrassen. Ik heb er verder helemaal geen stand van, maar daar wordt wel bewust naar gekozen dat ze goed gras binnenkrijgen. Bijvoorbeeld geen koeiengras, wat eigenlijk veel te rijk voor ze is. Wij werken gewoon met strookbegrazing, dus dan krijgen ze gewoon een klein strookje. En ondertussen ben ik de Hinneke podcast aan het luisteren van vandaag. Dus ik ga nog even dat hooi afmaken en dan ben ik alweer klaar. Ik heb dus net de podcast van Feline met Anne-Claire Bongers te luisteren. Ik vind die podcast ook altijd heel interessant. Maar ik merkte bij deze wel dat ik gewoon echt qua huisvesting echt totaal niet op één lijn zit met Anne-Claire. In deze podcast kwam dus ook te sprake dat niet alle paarden het leuk vinden om buiten te staan. En dat sommigen toch wel snel bij het hek gaan staan. En ik denk van ja, dat zijn allemaal dingen die... Weet je, een paard is een gewoonte dier. Als jij een paard op stal eten geeft, dan weten ze, als we een stal mogen, krijgen we eten. Dus willen ze een stal, want ze vinden eten lekker. Dat vind ik gewoon te kort door de bocht. En ik vond heel veel dingen wel interessant, zoals dingen over voer en zo, vond ik heel interessant. Ik heb zelf ook wel de behoefte om daar iets mee te doen, met paardenwelzijn in die zin. En ik luister natuurlijk al de podcast van Rianne Dekker. Ik luister de podcast Amazons met de Missie livestream van Fenna en Jolanda en Romy. Dan denk ik toch, ik wil ook zoiets doen, maar ik ben nog niet helemaal uit wat. Ik heb ook echt een hele lijst met onderwerpen waar ik het over wil hebben. Ik heb ze allemaal lekker even maskers afgedaan. Dan kunnen ze nog even vannacht gewoon fatsoenlijk kijken. Het lijkt me toch ook niet fijn om altijd maar zo'n masker op te hebben. Nou, ik ben ondertussen op stal. Het is nu dinsdagavond. Het staat al half klaar om te gaan zo buiten rijden. En deze heb ik dus nog niet laten zien. Dus dit zijn mijn nieuwe Springer Bow Balance beugels. Ja, ik vind het op zich wel fijn zitten, maar ik merk op dit moment niet zoveel verschil tussen de beugels die ik altijd had. Al beugels waarbij dit flexibel was, zeg maar. Maar ik hoop ook vooral dat ze op lange ritten dat ze dan verschil gaan maken. En sinds staat hooi te eten, dus ik heb daar nog zijn vliegendeken liggen. Die moet hij nog even op. En hij heeft ook zijn vliegenfrontriem. En dan ga ik hem verder opzadelen. Nou, het is ondertussen woensdagochtend. Ik ga vandaag naar kantoor werken, omdat ik een werkgeversverklaring van mijn baas nodig heb. Dus daarvoor ga ik even naar kantoor. Dat zou er vandaag zijn. Nou, het is woensdagavond, ik ben weer thuis. Ik heb het paard alleen maar even mijn dienst gedaan en verder heb ik niks op stal gedaan. Dus ik heb niet gefilmd, want ik dacht ik geef ze vandaag vrij. Want dan, omdat ik nu natuurlijk 4 dagen achter elkaar vrij ben, kan ik die dagen wat meer doen. En ik had gisteren, was ik dus buiten gaan rijden, en toen zaten er heel veel muggen. Maar ik weet niet of ik dat verteld heb. Het was echt niet normaal. En ik ben, hij had zijn vliegendeken en zijn vliegfrontriem op. Maar wel echt op zijn neus zat heel veel muggenbulten. En ik heb hier dus heel fijn 4 muggenbulten. Hier, en ze zien er echt heel goed uit. Dit is echt helemaal paars. Nou, het is vandaag hemelvaartsdag. Ik ben vandaag vrij. Ik ga zo ook net meteen naar stal. Want het wordt vandaag 28 graden of zo. Dus ik wil even met zijn het werken voordat het te warm wordt. Ik ga vanavond bij mijn ouders asperges eten. Nou, ik ben klaar met rijden.
Het ging niet zo goed als was vorige week, maar het was nog wel echt wel gewoon fijn. Heeft goed gedaan. Sinds dat hier nu nog een beetje hooi te eten. Want toen wij gingen rijden kregen we net andere paarden net hooi. En we hebben net ook de kavels uitgezet op het gras. Want in principe gaan ze vanaf morgenochtend gaan we het op het gras zetten. Maar als je zo ziet, als je zo kijkt, dan denk je van nou, het is een beetje droog, maar er staat wel redelijk wat gras op. Maar ik was nog niet op het veld, op de wei geweest, zeg maar, omdat het gewoon het gras met rust te laten. Maar als je dit ziet, dan denk je, het valt toch een beetje tegen. Je ziet gewoon echt overal gaten, het is overal hartstikke droog. En de paarden krijgen bij ons ook maar één keer per dag gras. Ze krijgen van het morgen en 's ochtends gras. En verder krijgen ze nog steeds gewoon hooi, omdat zij gewoon dusdanig weinig gras hebben, zeker nu. Door de droogte. Het zou echt heel fijn als er nog even waterregen overheen ging. Maar zoals je misschien kan zien, wij hebben dat sproeiertje. Is dat de sproeier? Ik weet niet. Ergens staat de sproeier. Maar ja, om naast een hele vlakte wit sproeien, dat schiet niet op. De sproeier hebben we ook maar opgegeven. Maar ja, ze hebben dus gewoon niet heel veel gras. Dus daarom bij ons blijft ook hooi. Blijft echt ja, het grootste onderdeel van hun rantsoen. Zeg maar, want gras krijgen ze, hebben we gewoon niet genoeg. En gelukkig heb ik een paard die over het algemeen ook liever al hooi eet dan gras. Dus we zijn natuurlijk even afgespond. Want hij was het ook best wel bezweet. In ieder geval, hij was best wel warm. En je kunt het nu niet zien. Maar hij begint nu eindelijk aan het einde van zijn winterwacht te komen, gelukkig. Dus hij is er bijna doorheen. En dan heeft hij hopelijk nog minder warm. Maar ik vind het wel echt wel een chille deken, want hij heeft nu echt vooral op zijn neus heeft hij muggenbulten. Omdat als ik met rijden zit, heeft hij vliegenfrontriem op, maar die komt natuurlijk ook maar tot hier ongeveer. Dus dit stuk is dan gewoon niet beschermd, dus hier wordt hij wel gestoken. Je hebt jeuken, ik weet het. Ik weet het. Er is niks. Ga maar eten, liefje. Maar we hebben net ook, ik heb net ook weer geoefend met achterwaarts onder het zadel. Want aan de hand kan hij het wel en ook op commando en zo. En hij heeft vandaag toch wel 3 keer gewoon netjes op commando één pasje achterwaarts gedaan. En één pasje vind ik dan nu ook genoeg, want hij moet nu gewoon leren dat dat commando ook kan geven als hij erop, als ik erop zit. Dat hij dan ook terug moet. Dat hij meer passen gaat doen, dat kan hij vanzelf wel. Het is natuurlijk voor hem, voor zijn balans natuurlijk ook anders als ik erop zit om dit te doen. Het is heel lekker te rollen. Andere kant ook nog. Het is ondertussen vrijdag en ik ben vandaag nog vrij. Als het goed is gaat het vandaag een beetje wat regenen. Dus het zou voor het gras zo goed zijn. Dus ik ga zo naar stal, maar ik ga alleen even Zenit voeren, want hij is vandaag gewoon vrij. Ik ben nu op stal en ik kom aanrijden en Zenit ligt. En ik denk dat voordat ik bij hem ben dat hij al wel lang opgestaan is. Maar net lag hij. Goed, Sally. Nou, ik ben ondertussen weer thuis. Volgens mij was het voor het beeld heel onsamenhangend, want mijn SD-kaart was ineens vol. Maar ik kwam dus op stal en toen, ik kwam aanrijden, zag ik Zenit al liggen. En ik zie Zenit nooit liggen. Ik weet dat hij het doet, en anders dagelijks zie je het wel. Maar hij doet nooit zeker ben. En nu zag ik hem dus liggen. En normaal gesproken gaat hij, als hij mijn auto aan is te komen, loopt hij al naar het hek toe. Dus ik dacht, die ligt sowieso niet meer tegen dat ik daar ben. Maar toen ik bij het hek aankwam, lag hij nog steeds. Dus ben ik heel voorzichtig, heb ik even snel snoepjes gepakt. Heel zichtig naar hem toe gelopen. En toen kon ik dus gewoon bij hem gaan zitten, gaan hurken. Maar ik had gewoon genoeg tijd om even wat foto's te maken en een stukje te filmen en zo. En hij bleef gewoon rustig liggen. En ook toen ik wegliep, bleef hij nog liggen. Nou, ik wil zo meteen gaan proberen om mijn eerste podcast op te nemen. Ik had het maandags allemaal over dat kijkersmail. Doe mijn paarden wel eens. Dus ik dacht, ik moet ook gewoon beginnen. Ik heb net mijn eerste podcast opgenomen. En hij staat ook al op Spotify. Je kunt natuurlijk echt niks zien zo. Maar mijn podcast heet dus de Paard en Geluk podcast. Als je gewoon in Spotify zoekt op paard en, dus gewoon een N-teken geluk. Dan vind je hem vanzelf. En er staat nu dus 1 aflevering op waarin ik meer over mezelf vertel en waarin ik vertel van waarom ik de podcast ben begonnen en waar ik het over ga hebben en zo. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan moet je zeker even kijken nemen. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Nou, ik heb net mijn tweede podcast opgenomen. Ik wou eigenlijk nog even snel editen, maar ik moet over 5 minuten weg. Omdat de hooiboerkotters moeten hooi gaan showen. Dus ik denk niet dat ik dat nog ga redden. Nou, ik heb verder niet meer echt gefilmd. Maar
Roei is bezorgd, deze tas weer vol. Die was nog vol. En deze zijn ook weer vol. Het scherp gesteld. Deze zijn ook weer vol. Dus in principe hebben we nu weer voor 2 maanden ongeveer hooi. Ik heb net Zenit even gelongeerd en dat deed hij wel, gewoon, ja, deed hij wel weer goed. Hij staat nu even aan zijn eten. En hij begint in de zon. Ik wou wel even laten zien hoe hij er nu uitziet. Nee, je ziet dat hij hier dus inderdaad nog te mager is. Het is al wel aan het bijtrekken. En het is ook een beetje afhankelijk van hoe hij staat en de schaduw en zo. Maar dit stuk, als hij echt in de zon loopt, het glanst als een spiegel. Dat is goed teken. Zijn kont wordt steeds ronder. Die was best wel weer plat. Die wordt steeds ronder. Dit wordt ook steeds minder een kuil. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe die staat, maar hij begint er echt steeds beter uit te zien. En dit is dus nog wintervacht, omdat er nog vanaf moet. En dit ook. Maar ik ben dus niet ontevreden over hoe die onze wintervacht vandaan komt. En hij is verder ook gewoon, hij is gewoon alert, hij is gewoon zichzelf qua gedrag. Ik heb vandaag ook weer een nieuw mestonderzoek besteld. Toen kreeg ik een mailtje van Worm & Co. dat ze dat aanraden. En ik was sowieso van plan om het anders volgende week te doen, maar ik heb hem nu maar vast besteld. Maar ik heb dus wel het idee dat hij al wel vooruit gaat sinds hij of ontwormd is of een zandkuur gehad heeft. Dus ik vind dat hij er echt al wel beter uit begint te zien. Ziet er gezonder uit. En dus ook, ja, je ziet het nu misschien niet zo goed, maar dit hoekje hier, dat is een driehoekje van onbespiering zeg maar, wordt ook al steeds minder. Dus hij wordt gewoon echt steeds knapper, behalve dat hij niet allemaal muggenbult op zijn hoofd heeft. Dat is een beetje jammer. Nou, de paarden waren vandaag niet te spreken over het hooi. Dit is nu allemaal over van lunch en ontbijt. Ze staan nu wel gewoon hooi te eten. Hey! Hey! Dit is niet voor jullie. Aasgieren. Dus dit is over. Ja, ik denk dat ze... Er was hooi gekomen. Dus ligt er hier ook gewoon heel veel hooi los. Dus net toen ik aankwam stond hier te eten. En ik denk dat ze ook gewoon het gras echt om elkaar gevreten hebben. Dat ze dat een groot deel van de dag gedaan hebben. Nou, het is zondagochtend. Ik heb de paarden al gevoerd. Ze krijgen nu dus gras ochtends. Ik heb een stukje gras bijgegeven en ik heb extra hooi opgehangen. Want ze krijgen nu ochtends een stukje gras en 2 kilo hooi. Omdat er echt gewoon maar heel weinig gras staat. Maar toen schrok Daan en toen kwamen ze kwam met z'n allen hier naartoe gelopen. En nu gaan ze niet meer terug. Als het goed is, Donna of zo. Die is net vertrokken. Dus die moet ik zo even bij de poort ophalen. En dan hoop ik dat het even droog blijft. Zodat we op zijn kunnen gaan rijden. Het waait ook best wel, dus ik hoop dat hij zich gedraagt. Het regent niet echt, maar het is steeds een beetje zo miserig. Thank you.
jullie hebben net de beelden gezien die Donna gefilmd heeft met het rijden. Er zaten wel fijne stukken bij, maar het had ook minder fijne stukken bij. Dat heb je natuurlijk altijd wel, maar hij was wel weer best wel tegen de hand, wat hij eigenlijk niet meer zo erg was. Maar ik weet niet wat Donna gefilmd heeft, dus ik weet niet of je dat daarin kan zien. Tegen het einde, toen ik eigenlijk bijna klaar was, toen bracht hij ineens echt de achterhand omhoog. Dus toen ben ik ook afgestapt en even gaan logeren. En toen heb ik ook even met mijn osteopaat besproken. En toen moesten we dus, ik weet niet of Donna gefilmd heeft, maar toen moesten we gewoon even een heel stuk achteruit aan de hand. Omdat hij dan even zijn rug moet stretchen, dat waarschijnlijk gewoon ergens even iets niet lekker zat, dan moet hij bek kantelen en zo. En toen begon hij meteen af te kouwen, dus ja. Daar zal hij wel last van gehad hebben. Maar ja, we moeten vooral echt beter op tempo. Hij moet langzamer gaan lopen. En langzamer wel actief. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik wil dit toch even uitleggen, maar ik zal het niet uitleggen. En dan was dit de weekvlog voor deze week. Ik denk dat het deze week wel gelukt is om het meer te laten zien en minder te vertellen. Dus ik hoop dat je deze weekvlog leuk vond. En dan zie ik je graag volgende keer weer. Doei!